Nou, het beeld staat eindelijk binnen de hekken. Bent u tevreden? Ja, hartstikke. Hè. Dat is toch waar het om te doen is geweest. En ik ben blij dat hij nu eindelijk staat waar hij hoort te staan. Gewoon bij de oude ingang. Bij zijn collega's, hè, want de tegels liggen er ook. We hebben nu een aantal mogelijkheden hier binnen het stadion om het beeld neer te zetten. Maar we hebben nu wel gezegd, we zetten hem buiten neer. Aan de oude erezijde, aan de Olympiazijde, hè, waar in zijn tijd natuurlijk de officiële kant was van het stadion. Maar door deze plek kun je toch ook van de buitenkant nog een beetje het beeld zien. En dat vonden we wel belangrijk, want we hadden hem ook binnen in een hal kunnen zetten of aan de binnenring. Maar dan is hij ook buiten de wedstrijden veel minder zichtbaar. Dus dit leek ons de beste plek. Die hebben we voorgelegd ook aan de weduwe, aan Adrie Molijn. En ook zij vond het een hele mooie plek waar hij prima op zijn plaats is. Dus we waren er snel uit dat dit de beste plek was dan binnen de hekken van het stadion. Is het beeld nu binnen de hekken nog steeds voor iedereen bereikbaar? Ja, natuurlijk. Je kan hier overdag kan je altijd gewoon naar binnen in het stadion. Dus je kan er altijd naartoe. Ja, in de avonduur is het natuurlijk een ander verhaal. Dan is het gesloten. Maar goed, mensen die toch de moeite willen doen, ja, die kunnen overdag altijd naar het beeld komen.